Veel dank voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn om de aftrap te geven voor de allereerste editie van Nationale Ouderendag in Houten. Inderdaad, tijdens de week van de eenzaamheid. Er is deze week al wel het nodige naar buiten gekomen over de onderzoeken die ook in Houten zijn gedaan naar eenzaamheid. En nou ja, het is iets wat verborgen zich afspeelt vaak achter de deur. En door dit soort onderzoeken kom je soms weer eens ermee in aanraking om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. En dan vooral ouderen die zich in elk geval eenzaam voelen. En we gaan het nog wel verder onderzoeken, maar het blijkt dat in Houten maar liefst 51% van de ouderen zegt zich eenzaam te voelen. En dat vinden wij behoorlijk veel. We zijn ook wel aan het kijken hoeveel ouderen zitten er dan in een sociaal isolement. Hè? Zien echt helemaal niemand. Nou, dan blijken er dan wel veel minder te zijn. Want als jij iemand vraagt, ben je eenzaam, dan zeggen mensen vaak ook, ja, ik zie mijn kinderen wel heel vaak, maar ik mis mijn man zo. Nou, dat is natuurlijk heel, heel erg begrijpelijk en daarom is het fantastisch dat er dit type initiatieven zijn waarbij individuele mensen, wensen van mensen vervuld raken door contact met andere mensen. In Houten is het nu de eerste keer. Ik begrijp dat er in gemeentes als Zeist 400 wensen in vervulling gaan inmiddels, waar het al veel langer actief is. In Houten starten we met 45. Voor het eerste jaar is dat ook behoorlijk veel. Zeker gezien de hele korte tijd die de organisatie heeft gehad om het allemaal in orde te houden. Speciaal welkom heten aan burgemeester de Jong. Dat is mijn assistent. Ina Middeltjes. Graag verwelkom, Nick. De bus naar Spaak. De bos of zo. Ja? Ben u de secretaris? Mijn cliënt. Half drie. Lekker!